Geachte leden van de Raad van de gemeente Hardenberg, van harte welkom op deze raadsvergadering van dinsdag 17 juli 2018. Normaal gesproken de laatste vergadering voor het zomerreces en daar ga ik ook nog steeds vanuit voor alle duidelijkheid. Ik open de vergadering onder mededeling van afwezigheid van mevrouw Soeten, CDA-fractie, en de heer Geesing van opkoers.nu. Overigens geen mededelingen, de actuele vragenronde. Agenda punt 2. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? Mevrouw Hof, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. En het sluit mooi aan bij de inspreker van zojuist. Dus het doet mij ook deugd dat ik deze vraag mag stellen nu, terwijl ik daar net voor zat. Voorzitter, sinds 5 juli ligt het ontwerp instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan Hardenberg ter inzage. Dat hoorden we zojuist ook al. Ook ik was op die informatieavond. De adviezen van de gemeente, de provincie en waterschap vechtstromen ten spijt. Is dat gewijzigd winningsplan nu ter inzage. En heeft iedereen die zich daartoe geroepen voelt de gelegenheid om de zienswijze in te dienen daarop. Gezien de belangen van onze inwoners en het feit dat de gemeente Hardenberg zich in het voortraject ook samen met de provincie en het waterschap flink heeft ingezet om tot een weloverwogen advies te komen, vindt de ChristenUnie het belangrijk een zienswijze in te dienen. En wij gaan er eigenlijk van uit dat het college dat ook vindt, maar daarom toch even deze vragen, waarin aandacht wordt besteed aan een aantal voorwaarden en afspraken omtrent het boren naar gas en de mogelijke gevolgen ervan. En de ChristenUnie heeft daar aan het college de volgende vier vragen over. Is het college voornemens een zienswijze in te dienen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, heeft het college al gedachten over wat er in de zienswijze moet komen te staan? En wij zijn benieuwd hoe u de raad bij de totstandkoming van de zienswijze gaat betrekken als u een zienswijze gaat indienen. Akkoord, dank u wel. Actueel onderwerp inderdaad. Ik kijk even naar de wethouder, de heer Bruinsma, voor de beantwoording van de vragen zoals gesteld door de fractie van de ChristenUnie. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ja, ons college was ook stom verbaasd en ook al, zacht gezegd, toch wel best wel teleurgesteld over het feit dat het proces om het ontwerpen instellingsbesluit van het winningsplan zo bij ons is gepresenteerd. Wij hebben dat vernomen, niet via de officiële weg, en daar zijn we daar niet blij om. Eigenlijk drie punten waar wij niet blij om zijn. Dat is het proces, de communicatie en de zienswijze of de instemmingsbesluit aan zich. Communicatie. Wij zijn niet geïnformeerd. Wij moesten het ook horen middels het uitnodiging dat wij 12 juli aanwezig mochten zijn bij de evenementenhal. Wij hebben ook nog een keer een mailtje gekregen van, nou, leg het maar te inzagen bij de balie met een bestandje. Nou, dat was volgens ons niet de manier zoals dat zou moeten. Daarnaast het hele proces. Het proces was in onze ogen ook niet goed. Wij hebben altijd ambtelijk, maar ook bestuurlijk, altijd geroepen van, kom alsjeblieft voor de zomervakantie met het ontwerp instemmingsbesluit. Dat is nou ja, net gelukt misschien, maar ja, de termijn waar wij in moeten reageren, dat valt wel flink in de vakantie. Daar zijn we ook niet echt blij mee. Ja, en het ontwerp instemmingsbesluit zelf, daar hebben ze 36 pagina's nodig gehad om te melden dat onze adviezen niet echt helemaal op zijn plaats waren. Om even terug te komen natuurlijk op uw vragen. Ja, wij zijn van plan om een zienswijze in te gaan dienen. Dat gaat bestaan uit natuurlijk alle adviezen die wij hadden gesteld naar de minister en die niet zijn overgenomen, die komen erin. Natuurlijk kunt u denken aan de termijn van het winningsplan, de bouwkundige opname, de seismische metingen, dat zijn wel belangrijke punten die wij natuurlijk wel in de zienswijze terug willen laten brengen. En ik hoop dat u ons erop vertrouwt dat wij een goed onderbouwde en gemotiveerde zienswijze gaan maken en die richting de minister sturen, binnen de gestelde termijnen natuurlijk. En wij houden u als raad natuurlijk op de hoogte van. En wij informeren u daar actief in. En natuurlijk het hele proces gaan wij u ook verder in meenemen. Voorzitter, mag ik daar twee aanvullende vragen over stellen? Mevrouw Hof. Eén is,
Gaat u de raad dus vooraf of achteraf informeren over de zienswijze? En de tweede vraag is, en die haakt er eigenlijk direct aan, kunnen wij ervan uitgaan dat de adviezen zoals u die heeft ingediend samen met het waterschap en de provincie, dat de inhoud daarvan ook de inhoud van de zienswijze zal zijn? Eerst even op die tweede vraag terug te komen. De provincie die is nu al met reces, dus die zullen waarschijnlijk wachten met indienen, die doet pro forma. Waterschap die zit natuurlijk heel erg op die bodemdaling. Natuurlijk hebben we dat met elkaar, dat advies ook opgesteld en samen opgestuurd. Wij verwachten wel natuurlijk dat de provincie waterschap in dezelfde lijn gaan kijken zoals wij. Want het advies, ook voor hun geldt dat dat niet is overgenomen. Dus zij nemen dat ook wel mee in hun beraadslagingen. Wij hebben wel gezegd, wij willen binnen dit termijn, binnen die 6 weken, willen wij wel onze zienswijze gaan indienen. Wij willen eigenlijk wel eigenlijk achteraf u informeren over die zienswijze. Want dat is normaal ook wel gebruikelijk in zo'n proces. Maar dan neem ik aan dat u via de actieve informatieplicht gewoon tot ons komt. Ja, zeker. Ja. Dank u wel. Akkoord. Voldoende. Voorzitter, mag ik misschien nog één aanvulling doen? De heer Bruinsma. Dat heb ik nog niet vermeld, maar wat ik u net ook aangaf in het stukje van waar wij niet zo blij mee waren. Wij hebben natuurlijk een brief gestuurd, die heeft u natuurlijk allemaal gezien. Ik heb ook contact gehad met Economische Zaken hierover. Ik heb daar met de directeur Energie en Omgeving heb ik een gesprek gehad. Ik heb ook mijn standpunt hier geuit. Dat wij niet blij waren. Ze hebben hun excuses ervoor aangeboden. Ik heb wel gezegd dat we ons laatst niet van de verplichting om de volgende keer die communicatie wel goed te doen. En nou ja, ik heb wel gezegd dat het gewaardeerd wordt, maar dat we uiteraard een zienswijze zouden toevoegen. Dank u. Akkoord. Dank voor uw bijdrage en toelichting in deze. Andere vragen nog voor de actuele vraag? Dat is niet het geval. Akkoord, dan gaan we naar de vaststelling van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? Dat is het geval. Dank. Dan komen wij bij agendapunt 5, het vaststellen van de besluitenlijst. Even niet te snel. Agendapunt 4, het spreekrecht bij de agendapunten. Dus niemand heeft zich gemeld, ook nu niet. Dan komen we wel bij agendapunt 5, het vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 juli, jongstleden. Geen opmerkingen binnengekomen, ook nu niet, zie ik. En daarmee kunnen wij de besluitenlijst definitief vaststellen. Brengt ons bij de bespreekstukken van vanavond. En dat zijn er 2 stukken. De verordening op de winkeltijden en de kanonvereniging, waar zojuist ook al over is gesproken in de oriënterende ronde. We beginnen met agendapunt 6, de tijdelijke wijziging verordening winkeltijden Aardenberg 2020. Voor het mogelijk maken van de opstelling winkels op zondag. Ik ga ervan uit dat iedereen eigenlijk daar het woord wel over wil voeren. Dat is correct. Ja, dan begin ik bij de grootste fractie, dan noemen we dat ook bij. Dank u wel, voorzitter. Met uitzondering van winkels op campings en recreatieterreinen was het tot dusver in de gemeente Hardenberg geen sprake van winkelopenstelling op zondag. Het coalitieakkoord Hardenberg 2018-2022, zoals het onlangs is vastgesteld, schetst een kader waarin wij ervaringen willen opdoen met het bieden van mogelijkheid van openstelling van winkels op zondag. Als CDA-fractie zien we dat een groot deel van onze inwoners behoefte heeft aan meer activiteiten op zondag. Dat zagen we dit weekend bijvoorbeeld ook tijdens het Barrel & Food Truckfest, dat ook op zondag veel publiek trok naar het centrum van Stad Hardenberg. We vinden het daarbij van belang dat we rekening houden met de kerkgang en oog hebben voor andere groeperingen in de samenleving. Als CDA-fractie hebben we aangedrongen op het snel starten van een proefperiode. Want een snelle start betekent ook een snelle evaluatie. Vanuit de ondernemers van Stad Hardenberg was er de wens om ook in de zomer van 2018 al iets te kunnen doen met de zondagopenstelling. Wij zijn er content mee dat dit voorstel ruimte geeft om dat te realiseren. Maar dan, voorzitter, terug naar de oriënterende ronde van 2 weken terug. Want daar werden veel vragen gesteld. Vragen die onder andere gingen over de geest van de regeling en de daadwerkelijke uitvoering hiervan. Het om- en om-principe, zoals dat in het coalitieprogramma verwoord staat, knelt soms met de praktische uitwerking.
Zo zijn er zondagen rondom feestdagen waarbij Dedelsvaart en Hardenberg wellicht gezamenlijk open zouden willen. Om dit te kunnen realiseren dienen wij samen met onze coalitiepartijen een amendement in waarvan het dictum straks zal worden voorgedragen door de ChristenUnie. En dan, voorzitter, de kleine kernen, want daar leven zorgen. Dat hoorden wij onder andere tijdens de inspraakreactie van 2 weken geleden en de diverse gesprekken die wij hebben gevoerd met diverse winkeliers. Tegen hen zou ik vooral willen zeggen, blijf gedurende de proefperiode in gesprek met de portefeuillehouder en maak wensen en zorgen vooral kenbaar. Want zoals de portefeuillehouder de vorige keer zelf ook al aangaf, het is van onschatbare waarde dat winkeliers in de kleine kernen een stem krijgen in de evaluatie. Zoals we straks, na de proefperiode, een gedragen voorstel kunnen bespreken in deze raadzaal. Daarnaast vinden we het belangrijk dat winkelaanbod per kern wordt afgestemd. Zo heeft u dat ook kunnen lezen in ons verkiezingsprogramma Mensen kleuren de samenleving. Tot slot, voorzitter, zijn we erg blij met de toezegging dat de evaluatie, indien het gewenst, naar voren kan worden gehaald en er meteen wordt ingegrepen op het moment dat er nadelige effecten optreden voor onze winkeliers in de kleine kernen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan omzetderving. Want nadelige effecten kunnen wat ons betreft nooit het doel zijn van deze proef. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Fractie van de ChristenUnie, de heer Stelpstra. En u is woord. Dank u wel, voorzitter. De winkelopenstelling op zondag is een van de meest in het oog springende of direct. Wellicht willen ze dat het niet doorgaat. Een van de direct merkbare onderdelen van deze coalitie. En u weet dat wij hier moeite mee hebben. Desondanks hebben we in het akkoord hiervoor ruimte moeten bieden. Er is een ruime meerderheid voor openstelling op zondag na de laatste verkiezingen. En ook hier geldt dat wij als ChristenUnie-fractie als volksvertegenwoordigers het algemene belang hebben te dienen. De ChristenUnie heeft zich ingezet voor een zachte transitie naar de openstelling en hiermee gedegen ervaring op te doen. Belangrijke waarden voor ons zijn de collectieve rust en het tegengaan van de economie van het alsmaar meer. De 24-uurs-economie, het evangelie van het neoliberalisme. Hierbij hebben wij in de eerste plaats oog voor de kleine middenstand, de werknemers en omwonenden, in plaats van de grotere bedrijven voor wie het makkelijk is op zondag openstelling te organiseren en te behappen. Bij de proef vinden wij het belangrijk dat iedereen inbreng kan hebben, voor, tijdens en na de proefperiode. Zowel deelnemende partijen als partijen die niet deelnemen. Directe belanghebbenden, zoals omwonenden en maatschappelijke instellingen en kerken. Maar ook indirect belanghebbenden en partijen buiten het proefgebied, dus buiten de kernen Hardenberg en Dedelsvaart. Door de openstelling alleen toe te staan in de middag, is er in ieder geval in de ochtend nog tijd en rust voor bezinning, ontmoeting en ontspanning. En voorzitter, u begrijpt dat wij u en alle inwoners van Hardenberg van harte uitnodigen een van de vele kerkelijke gemeentes te bezoeken. De baptisten, evangelische, gereformeerde of katholieken. En zo zijn er nog veel meer. Onze gemeente is rijk aan een kleurrijke diversiteit van gelovigen. Samen met onze andere coalitiepartners, CDA op koers en de PvdA, zijn we duidelijke kaders overeengekomen. Voor een proef en na evaluatie staan er 2 aspecten open voor verandering. De locaties, dus meerdere kernen, of misschien wel minder. En de frequentie, meer of misschien minder. De openingstijden niet, deze blijven vaststaan. Namelijk alleen de middag en daar zijn wij oprecht blij mee. Voorzitter, de geluiden die ons hebben bereikt, de gesprekken met ondernemers en een constructief overleg in de coalitie, hebben ons gezamenlijk doen inzien dat de huidige kaders van het coalitieprogramma onvoldoende ruimte bieden voor enkele afwijkingsmogelijkheden. En zoals de wethouder aangaf in de oriënterende ronde, is met het huidige voorstel de speelruimte beperkt. Om aan de vraag van de wethouder
om meer ruimte en toch binnen de geest van het akkoord te kunnen acteren, om daaraan tegemoet te komen, dienen wij een amendement in met een vrij lang dictum. En met uw goedvinden lees ik alleen de wijzigingen voor. Mag, voorzitter. Meestal geeft u een nummertje. Akkoord. Het amendement is ook al schriftelijk rondgedeeld, zie ik, ja, bij de raads. Dat gaat om het verwijderen bij lid 2, de zin. En dat de aangewezen zondagen voor de ene kern anders zijn dan de aangewezen zondagen voor de andere kern. En het toevoegen van een derde lid in afwijking van het bepaalde in het eerste lid kunnen, aansluitend bij het toeristisch seizoen en of feestdagen, zondagen worden aangewezen die voor beide kernen, Delingsvaart en Hardenberg, dezelfde kunnen zijn en ook opeenvolgende zondagen kunnen zijn. Akkoord, dat is een toevoeging bij en een verwijdering bij artikel 3a inderdaad, vrijstelling voor zondag. Nou, ik was nog niet helemaal klaar, maar ik vind het zo ook wel goed hoor. Ja, het is een heel lang dictum. Want we wouden nog een stukje verwijderen. En dat is bij artikel 3a. Ja, misschien is het goed dat u dat toch nog even toelicht. Of in ieder geval aangeeft wat dat precies is. Want dat staat inderdaad op de andere bladzijde nog. Ja, daar wouden we de zinsnede verwijderen. Eveneens per kern verschillende zondagen. Dat te verwijderen. En dan toe te voegen. Het derde lid biedt het college de mogelijkheid om, aansluitend bij het toeristisch seizoen en of feestdagen, zondagen aan te wijzen die voor beide kernen dezelfde en ook opeenvolgend kunnen zijn. Akkoord. Daarmee gaat dit amendement onderdeel uitmaken van de beraadslagingen. Nummer hem toch maar even amendement nummer 1. Wij vinden dat wij met dit experiment recht doen aan de wens van de meerderheid in onze gemeente en tegelijkertijd rekening houden met een relatief grote minderheid. We gaan ervaring opdoen en denken dat we met de om- en omregeling een goede manier hebben gevonden om eraan te wennen. Met de evaluatie willen we alle geluiden kunnen horen en meenemen. En ja, er zit gevoelsmatig altijd wel iets onrechtvaardigs in een experiment. Daarvoor is het namelijk ook een experiment. Maar laten we het wel in het perspectief zetten. Het duurt minder dan 1 jaar. En daarna is het na een gedegen evaluatie tijd om tot een goede implementatie te komen. Een experiment dat tot excessen leidt willen wij niet. Wij waarderen daarom zeer de woorden van de portefeuillehouder, namelijk dat bij ongewenste effecten gepaste maatregelen zullen worden genomen. Wij hebben daar het volste vertrouwen in. Voor nu wensen wij de portefeuillehouder en het college veel succes met het vormgeven van de proef en de vele gesprekken die hen nog wacht om te komen tot een goede evaluatie. Dank u wel. Akkoord, dank voor de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie en het ingediende amendement wat nu op tafel ligt. We gaan naar de fractie van Op Koers ben nu. Woordvoerder in deze, mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn als Op Koers ben nu de verkiezingscampagne ingegaan als een voorstander van de vrijwillige zondagopenstelling. In het coalitieakkoord is daarover met geven en nemen een akkoord afgesloten tussen de 4 partijen. Het voldeed niet aan al onze eisen. Maar er komt tenminste beweging in een gevoelige discussie. Wij zijn van mening dat voor praktische uitvoering het college van BMW het aangewezen orgaan is. De evaluatie wordt naar voren gehaald en door de kortere proefperiode worden de kleinere kernen korter buitengesloten en zijn ze dus sneller aan de beurt. Voorzitter. Wij zijn van mening dat wij op deze wijze zoveel mogelijk recht doen aan de belangen van alle inwoners en van onze gemeente en dat binnen afzienbare tijd het vraagstuk zondagopenstelling van de agenda kan.
Dank u wel. Dank, mevrouw Kelder. Het woord is aan de fractie van de VVD. Mevrouw Klok. Dank u wel, voorzitter. Gelijk de eerste keer en dan zo'n stuk onder je hebben, is best spannend. Maar liberaal als, liberaal als wij zijn, wil de VVD dat de winkeltijdenwet zodanig gekaderd wordt dat wij als gemeente Hardenberg onze ondernemers alle ruimte bieden om zelf te besluiten wanneer zij willen ondernemen. Inwoners en ondernemers die geen gebruik willen maken van de zondagopenstelling, hoeven dat straks ook niet. Ieder zijn eigen overtuiging met bijbehorende keuzes. Op dit moment is het al zo dat winkels open mogen van maandag tot en met zaterdag van 6 tot 10 uur 's avonds. 6 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. U ziet dat geen enkele ondernemer dat volledig benut. Wij zien graag dat wij als gemeente alleen kaders stellen en dat ondernemers de geboden ruimte naar eigen inzicht mogen invullen. Dit liberale gedachtegoed is voor nu een paar stappen te ver. Dat realiseren we ons. Het voorstel dat voor ligt, een paar stappen te weinig. In dit voorstel wordt namelijk een grote groep categorisch uitgesloten van de mogelijkheid om te ondernemen, met uitzondering van de ondernemers in de grootste kernen Hardenberg en Dedemsvaart. De ondernemers in alle overige kernen kunnen en mogen dus niet meedoen aan die voorliggende proef. Dat is niet alleen onwenselijk, maar helemaal niet rechtvaardig. De overheid in het algemeen en de gemeente in het bijzonder kan en mag geen groepen mensen en of ondernemers anders behandelen dan anderen. Zeker niet als in dit geval de ondernemers zelf aangeven dat zij in hun voortbestaan worden bedreigd door de voorliggende proef en daarmee de leefbaarheid in de kernen naar hun eigen zeggen op het spel staat. En juist die leefbaarheid vinden wij hier altijd zo heel belangrijk. De winkels in de kleinere kernen zijn van wezenlijk belang en vormen ook een hele belangrijke sociale functie. Nu ondernemers uit de buitengesloten kernen aangeven dat met deze maatregel directe negatieve gevolgen heeft voor hun onderneming, hun medewerkers en hun gezinnen, moeten wij als raad de papieren werkelijkheid loslaten. Wij kunnen ons als raad niet permitteren dat ondernemers in kleine kernen het nog moeilijker krijgen door onze beslissingen. In overleg met de verschillende ondernemers en hun vertegenwoordigers komen wij op het volgende voorstel uit. En daartoe dient de VVD samen met D66, 50PLUS en GroenLinks een amendement in waarvan het dictum luidt. En ik ga hem wel even voorlezen. Dat na artikel 3 wordt 3a ingevoegd. En die heet vrijstelling voor zondagen gedurende bepaalde uren voor bepaalde branches of categorieën in bepaalde gebieden. 1. Voor het in artikel 2 eerste lid aanhef en onder A van de winkeltijdenwet vervatte verbod geldt een vrijstelling op de door de burgemeester en wethouders aangewezen zondagen tussen 1 uur en 5 uur 's middags voor supermarkten binnen de gemeente Hardenberg. 2. Voor het in artikel 2 eerste lid aanhef en onder A van de winkeltijdenwet vervat verbod geldt een vrijstelling op de door de burgemeester en wethouders aangewezen zondagen tussen 1 en 5 uur 's middags voor andere winkels dan supermarkten binnen de gemeente Hardenberg. Daarbij geldt dat per kalenderjaar in beginsel 12 zondagen per jaar worden aangewezen, aansluitend bij het toeristisch seizoen en of feestdagen, welk aantal zondagen op verzoek van de winkeliers en ondernemers en of ondernemers en in overleg met burgemeester en wethouders kan worden uitgebreid tot 20 zondagen per jaar. Dit was mijn bijdrage. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. En gefeliciteerd met uw uitspreken van uw maiden speech. Ja. Mooi. De fractie van de Partij van de Arbeid. Het woord is aan de heer Jonkhans. Dank u wel, voorzitter. Winkelopenstelling op zondag. Als raadslid loop ik inmiddels al een tijdje mee. En als ik dan die periode overzie, dan kan ik niet anders concluderen dan dat de ontwikkelingen ten aanzien van de zondagse openstelling van winkels snel gaan. Zeer snel. Was er in de afgelopen raadsperiode onvoldoende draagvlak? Nu echter lijkt de geest uit de fles. In het coalitieakkoord zijn dan ook op hoofdlijnen afspraken gemaakt voor een proef met openstelling van winkels op zondag.
het amendement van de coalitiepartijen, dat meneer Stelpstra net al de dikte mee voorgelezen, dat nu voor ligt, geeft het college ruimte om in de geest van die afspraken uitvoering te geven aan die proef. Zoals ik al zei, we komen uit een tijd waarin geen sprake was van openstelling van winkels op zondag. Nu gaan we een proef doen van een jaar. En ik mag mijn hoed opeten als dat niet uitkomt dat zondagse openstelling in het algemeen gewenst is. Waarna dus naar alle waarschijnlijkheid binnen een ruim een jaar, jawel één jaar slechts, de zondagse openstelling op basis van vrijwilligheid in heel de gemeente Hardenberg een feit is. Knappe jongen die die geest nog weer in de fles krijgt. Dank u wel. Akkoord, dank voor uw bijdrage. 50 plus. Het woord is aan de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. 50 plus, even naar het verkiezingsprogramma al gezegd, wij zijn voor openstelling van de winkels in de gemeente Hardenberg. Dat wil dus ook zeggen in de kleine kernen. Kleine middenstanders kunnen zelf wel bepalen of ze open willen zondag ja of nee. En naar ons mening van 50 plus is het dan ook zo dat er geen verschil mag zijn tussen Hardenberg, Dedenswaard en de rest van de gemeente. Dank u wel. Akkoord, dank. De fractie van GroenLinks. De heer Boshoven. Ja, dank u wel, voorzitter. De zondagsopenstelling. Er leven weinig dingen zo onder de inwoners als dit onderwerp. De ondernemers hebben zich uitgesproken, ondernemersverenigingen hebben contact gezocht en ook de inwoners hebben mij actief benaderd. De boodschap die GroenLinks voor de verkiezingen al ophaalde in gesprek met deze ondernemers kwam neer op, we zullen wel moeten. Gemeenten om ons heen maken de zondagsopening al mogelijk. Consumenten kunnen op zondag aan naar Hogeveen of Koevorden en straks ook naar de Ommen. Winkeleigenaren geven al aan nu hier al het negatieve effect van te merken. Door in Hardenberg en Dedenswaard wel mogelijk te maken dat de winkels open gaan op zondag en in bijvoorbeeld Slagharen en Balkbrug niet, krijgen deze ondernemers een nieuwe klap. En een klap door de eigen gemeente. GroenLinks begrijpt dat er kernen zijn waarin zondagsopenstelling weinig draagvlak zal hebben. Maar dan is het aan de ondernemer om deze afweging te maken. De ondernemer kent de kern immers het beste. Maar iedere ondernemer moet vanuit een gelijk startpunt kunnen bepalen wanneer zijn winkel open kan. Wel zijn wij blij met het amendement dat vanmiddag binnenkwam van de coalitie, waarmee de wens van de wethouder beantwoord wordt om wat pragmatischer om te gaan met de toe te wijzen dagen. De wethouder wilde graag wat meer ruimte. De ondernemers in de kleine kernen willen ook graag meer ruimte. En daarom zijn wij blij met het amendement dat we mede indienen met de VVD, D66 en 50+, waarvan het dictum zojuist door de VVD is voorgelezen. GroenLinks wil niet bijdragen aan een gemeente die buitensluit, zoals Op Koers het zo net al noemde, ook niet die ondernemers buitensluit voor een korte termijn. Tot zover. Dank voor de bijdrage van GroenLinks. Voorzitter, tot slot, zou meneer Boshoven nog een vraag mogen stellen? Dat denk ik wel. Of u een antwoord krijgt is een tweede, maar ik moet de vraag stellen. Ik ga over de vraag en hij over de antwoorden, zo is het ongeveer volgens mij. Maar nu gebruik ik best wel zware woorden, hè? Buitensluiten. Nou, volgens mij sluiten wij niemand buiten in die zin dat wij echt de kleine kernen niet links laten liggen. Wij betrekken ze bij de evaluatie, we proberen eventueel de evaluatie naar voren te halen enzovoort. Maar wat ik dan niet begrijp, u heeft uit mijn hoofd in mei van dit jaar heeft u wel het coalitieakkoord bevonden, dat hebben we vastgesteld. Daar stond wel degelijk in dat wij een proef zouden doen met de kernen Dedenswaard en Hardenberg. Ik zie u nu staan en ik hoor een heel ander verhaal, wat op mij niet heel consequent overkomt. Dus ik ben wel even benieuwd hoe u dat met elkaar rijmt. Ik klopt inderdaad. Ik begrijp waar de vraag vandaan komt ook. Daarbij wil ik wel aangeven dat het woord buitensluiten werd zojuist gebruikt door mevrouw Kelder. Ik had hem zelf nog niet eens opgeschreven. Ik heb inderdaad het coalitieakkoord destijds gesteund. Dat is omdat ik me in de grote lijnen er uitstekend mee kan vinden. En ik en mijn fractie kan er in grote lijnen ook mee uit de voeten. Daarbij
komt in het hele akkoord de participatie en de coöperatieve gedachte naar voren. Wij hadden gehoopt dat ook op dit onderwerp iets beweging te krijgen was. En dat ook hier iets pragmatischer om had kunnen gaan met hoe het er stond. Akkoord. Voorzitter, mag ik daar nog heel even op inhaken? Mevrouw Klok. Meneer Brink, u noemt... U zegt dat meneer Boshoven zware termen gebruikt qua buitensluit en dergelijk. Er worden echt wel degelijk kernen buitengesloten door ons als raad. Die buitensluiting, dat is duidelijk geworden door de inspreker tijdens de oriënterende ronde die hier nu weer aanwezig is. Wat hebben jullie met zijn woorden gedaan dan? Voorzitter, mag ik daar even op reageren? Nou, wat wij met zijn woorden gedaan hebben, is dat wij, en heeft de wethouder de vorige keer zelf ook aangegeven, dat we hebben gezegd, nou, blijf met elkaar in contact, hè, zorg dat je die verbinding blijft zoeken. Monitor ook wat de effecten zijn van de koopzondag, zoals we die nu in een proefperiode gaan aanvliegen, want daar hebben we het over. En is er nou sprake van een aanzienlijke omzetderving of andere dergelijke nadelige effecten, dan zullen wij meteen ingrijpen. Maar het is niet zo dat dit een start is van een koopzondag. Nee, het is een start van een proefperiode waarin wij ervaringen gaan opdoen met die koopzondag. En dat vind ik wel een essentieel onderdeel. Ik kreeg net een klein beetje de indruk dat de indruk werd gewekt van nou, ze gooien de kleine kernen maar aan de kant. En dat is niet zo. Wij hebben wel degelijk ogen en oren voor die kleine kernen. En zoals ik net ook al zei... op het moment dat er nadelige gevolgen zijn, dan zullen wij, zoals een goed bestuur dat betaamt, onmiddellijk ingrijpen. Akkoord. Nog één korte reactie daarop graag. Mevrouw Klok. Ik denk dat je erg moet gaan waken dat je niet de put gaat dempen als het kalf al verdronken is. Zodra er negatieve gevolgen zichtbaar zijn, dan is de race al gelopen, hè, voor de ondernemers. De cijfers zijn ook niet altijd direct paraat. Dus ik denk, en wat ga je meten na zo'n proefperiode als niet alle kernen mee mogen doen? Zo'n meting is dan, heeft geen waarde. Dan even kort reageren als dat mag, voorzitter. Meneer Brink. Kijk, de meting heeft geen waarde. Kijk, het hangt af, als je cijfers wil controleren, moet je ze ook beschikbaar hebben. Dus daar zal een ondernemer ook iets in moeten doen. Kijk, en volgens mij is het kalf vast verdronken op het moment dat er een faillissement aan de hand is. Nou, daar laten we het uiteraard niet op aankomen. Ik heb mijn betoog ook aangegeven, we hebben het over nadelige effecten. Nou ja, en zoals ik zo straks ook al zei, maar dan val ik in herhaling. En dat zal ik ook niet aandoen. Wordt dat door ons goed gemonitord. En wij als CDA-fractie, en dat geldt ook voor het college, hebben daar hun verantwoordelijkheid in en die zullen wij ook nemen. Dus daar wil ik het ook wel even bij laten. Akkoord. Anderen nog? In ieder geval... Mevrouw Verschuur. Ik wil hem terugrefereren op wat net tegen meneer Boshoven werd gezegd vanuit meneer Brink over het raadsakkoord. Nou, wat meneer Boshoven ook al aangeeft, dat raadsakkoord is op hoofdlijnen geschreven. Dus als oppositie zijnde hoop je dat de dingen die wij inbrengen, dat het ook meegenomen wordt. Wat de kleine kernen aangaat, nou ja... Ik hoor dat de stukken die 2 weken terug zijn verwoord door meneer Van der Schouw uit Slagharen, dat jullie dat ook meenemen. Maar ik, ja, gevoelsmatig zie ik er weinig van terug. Nou, kijk, ik sloeg een beetje aan. Sorry meneer de voorzitter, als ik even op mag reageren. Waar ik een beetje op aansloeg was het feit, kijk, toen wij het coalitieakkoord hier bespraken in deze zaal, toen was het meneer Gelling die zei, en meneer Rodemond zei het ook, wij gaan niet mee, want wij willen er zelf nog iets van kunnen vinden. Nou, dat vind ik een hele zuivere weg. En als ik dan hier nu u hoor spreken en uw partij heeft ook een ja gezegd, nou, dan komt het op mij een beetje enigszins vreemd over. En dus vind ik het mijn goed recht om daar een vraag over te stellen. En dat doe ik ook. Nou, en dat is wat het is. Akkoord. Prima. Voldoende. Dan ga ik naar de laatste spreker in de rij. De fractie van D66. Het woord is aan de heer Rodemond in het eind van de eerste termijn. Voorzitter, dank u wel. Er is al veel gezegd door zowel coalitiepartijen als oppositiepartijen.
En ik lees ook dat dit een zeer actueel onderwerp is geworden afgelopen week. Deze week stond in nieuwsmedia, maar ik hoorde het ook op de radio, dat in ongeveer 70% van alle Nederlandse gemeenten op dit moment de zondagopenstelling voor winkels wordt toegelaten. Zelfs, en dat wordt dan in de nieuwsmedia zo genoemd, in de zogenaamde Bible Belt is het eigenlijk geen kritisch onderwerp van gesprek meer. En in dat licht, voorzitter, zie ik deze proef die wordt voorgesteld in Harderberg toch als een halfbakken voorstel. En mogelijk is die zelfs schadelijk voor de ondernemers in de kernen, anders dan de kernen Harderberg en Dedemsvaart. Dit is ook aangegeven door de inspreker die namens andere ondernemers en dus ook andere kernen heeft gesproken. En in ieder geval mij heeft overtuigd dat wij eigenlijk moeten gaan voor een proef, weliswaar voor een jaar, dus een beperkte periode en ook in een beperkt aantal zondagen, maar zeker in de gehele gemeente Harderberg. Omdat als we schade toebrengen aan ondernemers, dan zou je ook kunnen veronderstellen dat de proef is mislukt en dan hebben we helemaal geen zondagsopenstelling meer. En als dan de verwachting uitkomt van de branchevereniging van winkeliers, zou het maar zo kunnen zijn dat Harderberg de enige gemeente in Nederland is die geen zondagopenstelling heeft. Daarom stemmen wij zo graag in met het voorstel van VVD. We dienen mede het amendement in dat ruimte geeft aan dit bestuur om in de gehele gemeente Harderberg alle winkeliers, zowel supermarkten als andere winkels, hun winkels open te stellen gedurende een beperkt aantal zondagen voor een beperkt aantal maanden, zodat we een goed en oprecht beeld krijgen van de effecten. CDA refereerde, laten we ze een stem geven, blijf met elkaar in gesprek, want uw stem is onschatbaar. Er is al een heel duidelijk geluid gegeven. Wij willen graag meedoen en dat wordt helaas genegeerd. En inderdaad, op koers zei het, en ik heb het zelf maar opgeschreven zojuist ook, er worden kernen en daarmee winkeliers buitengesloten. En daarmee keer ik toch terug op de term halfbakken. Dit lijkt mij geen goede proef en schadelijk voor de ondernemers in de gemeente. Dank voor uw bijdrage. De heer Stelpstra. Ja, ik had niet zozeer een vraag voor de heer Rodemond, maar ik moest toch wel even een glimlach onderdrukken. Want dit voorkomen alsof iedereen failliet gaat door deze proef. En ik moet zeggen, ik vind dat toch wel een beetje overdreven, meneer Rodemond. Heer Rodemond, nog behoefte om te reageren? Ik denk het wel, omdat ik denk ik niet, maar dan zal ik even mijn stuk doornemen weer. Het woord faillissement niet heb genoemd. Ik heb wel gezegd dat er schadelijke effecten voor andere ondernemers zijn. En dat zijn behoorlijke bedragen als ik de inspreker van de vorige keer mag geloven. Ik heb niet gezegd er wordt faillissement verwacht. Dat is hier door anderen wel genoemd. Ik heb dat zeker niet genoemd. Nee, u maakte de opmerking en dat leidde bij mij tot een glimlach dat u zei dat er straks dan helemaal geen koopzondagen meer waren. Ja, dan ben ik blij dat ik u suggereert u toch wel iets, meneer Rodemond. Nou, mogelijk. Maar goed, u suggereert dat ik het woord faillissement heb genoemd en dat is in ieder geval niet aan de orde. Wat het overige betreft ben ik blij dat u dan in ieder geval vrolijk straks naar huis gaat met een glimlach om uw mond. Het was niet de bedoeling om een woordspelletje te spelen. De heer Gelling. Ja, voorzitter, mag ik dan toch in aanvulling op de vraag van meneer Stelpstra hem een vraag stellen? Want hij zegt, nou niet iedere winkelier zal failliet gaan, maar wat vindt hij acceptabel aan verlies bij de winkeliers in de kern die volstrekt buitengesloten worden door het voorstel zoals het voorligt? Ja, voorzitter, een hele aardige vraag, maar ik ga er verder niet over. Wij stellen nu de kaders vast, daar gaat het college mee aan de slag. We hebben daar een aantal wethouders en een burgemeester zitten die dit prima gaan oppakken. Als zij vinden dat dit uit de hand loopt, op wat voor reden dan ook, dat is even aan hun ter beoordeling. Dan komen ze weer terug bij de raad. En ik heb geen zin om allerlei details en excessen en als dan situaties te bespreken. Dat is een goed gebruik binnen de politiek om dat soort situaties niet allemaal de revue te laten passeren. Voorzitter, mag ik daar even reageren? Want u zegt nu dingen als ik heb daar geen zin in. Terwijl u hier besluit, hè, u stelt een voorstel voor wat heel veel mensen direct raakt in een portemonnee. U moet glimlachen om faillissementen die mogelijk plaatsvinden. En u doet het af tenslotte van, ja, ik heb geen zin. Ik heb geen zin om daar verder te gaan. De vraag is heel concreet, wat vindt u acceptabel? Er zijn insprekers geweest die zeggen, dit kost ons geld. De kernen mogen open met de winkels, wij mogen niet open. Wij zijn al kleiner, dat kost ons omzet. En hoeveel gaat u dan vragen? Dat zijn onzinnige vragen. De vraag die relevant is voor die mensen die hier zitten, die zich zorgen maken over de toekomst is, wat bent u bereid, wat zij mogen inleveren voor uw besluitvorming? De heer Stelpstra. Ja, ik heb net al een
antwoord gegeven. Dan is mij duidelijk, voorzitter, dan hoeft dat niet verder. Dan is het administratief voldoende. U legt mij een hele hoop woorden in de mond. Ik vind dat u op een rare manier discussieert, meneer Gelling. En ik vind de vraag is heel simpel. Wat vindt u acceptabel? U hebt het over omzetten inleveren, mensen mogen cijfers neerleggen. Nee, wat is voor u acceptabel? Want deze mensen die hier zitten, waar uw besluit direct in hun portemonnee zichtbaar is. Wat vindt u acceptabel? Noem een percentage wat u acceptabel vindt wanneer uw proef geslaagd is of wanneer niet. De evaluatie, hè, dus de proef is geslaagd. Hè, als alle mensen daar hun zegje daarover hebben kunnen doen. Dat geldt zowel voor de ondernemers, dat geldt ook voor de omwonenden, dat geldt ook voor de maatschappelijke instellingen. Het is een veel breder perspectief. En ik merk in uw uitgangspunt en uw discussie heeft maar één perspectief en dat is winstmaximalisatie. En u heeft een heel ander blik dan mij op dit soort vraagstukken. En dat mag, daar is niks meer. Voorzitter, het gaat over gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, daar gaat het om. Ja, de ondernemers hier mogen open en een slagader niet. Dat heeft niks te maken met uw principes. Dat heeft te maken met de portemonnee van deze mensen. Akkoord. Daarmee kunnen we deze discussie nu afronden in de eerste termijn. Ik kijk even in de richting van het college. We hebben discussie gehad. Er zijn twee amendementen ingediend. Amendement 1, amendement 2. Wil de wethouder direct reageren? Ja? Dan gaan we direct door. En is het woord aan de heer Torietstap, waarbij ik hem ook vooral wil vragen even in te gaan op de amendementen zoals ze zijn ingediend. Dank u wel, voorzitter. In zijn algemeenheid zijn er volgens mij geen vragen gesteld door de raad. Er zijn ook al vrij veel vragen gesteld, zoals al eerder is gememoreerd in de oriënterende ronde. Wat mij wel even nu wel weer duidelijk is, het is een hele weerbarstige materie wat ontzettend ingewikkeld is. We hebben nu vorige keer even bij stilgestaan van op welke manier kun je goed een proef doen vanuit kaders die zijn vastgesteld. En hoe betrek je daar de juiste personen bij. Daar helpt mij in ieder geval het amendement zoals het eerste amendement zoals die is ingediend. Die helpt mij daar zeker bij, want ik heb vorige keer proberen aan te geven dat ik voor mijzelf zie, hè, de opdracht die ik van de raad heb gekregen om mee aan het werk te gaan, vanuit het college, om invulling te geven aan de openstelling van de zondagen, hè, dat ik daar ruimte voor heb, maar dat ik af en toe beperkte ruimte ervaar. En ik zie het amendement, nou, er ging vorige keer even de discussie, ja, moeten wij dan met een amendement komen? Ik zeg, dat ligt volledig aan u. Op het moment dat u ook vindt dat dat je vanuit de geest van wat we met elkaar beoogd hebben best wel in bepaalde situaties wil afwijken van de letter van die hele regeling. Nou, dan zeg ik van, daar zit in het eerste amendement nummer 1, die geeft mij inderdaad de ruimte waar ik op doelde. Hè, van, ik vind het ingewikkeld om uit te leggen waarom 24 december was volgens mij een dag, of 23 december, ik weet niet eens meer. In ieder geval vlak voor kerst was op een zondag dat ik dan moest zeggen, ja, Dedersvaart, u mag wel open en Hardenberg, u mag niet open of andersom. Dit amendement helpt mij in dat opzicht daarbij. Dus ja, daar ben ik bij geholpen. Een ander punt wat absoluut naar voren is gekomen en waar we vorige keer ook al even gesproken, daar werd nu ook wel even, heb ik gezegd dat ik graag eerder zou komen met een evaluatie. Want het is een punt dat het nu in het voorstel staat, het hoeft helemaal niet geamendeerd te worden, dat wij na de zomer van 2019 terugkomen. Ik wil graag eerder bij u terugkomen om te kijken van wat is daar nou het effect van en hoe moeten we nu definitief invulling geven aan die zondagsopenstelling. Dus die wil ik hier nog wel eens bevestigen, want wat ik nu zo ophaal, want ik heb eigenlijk een vraag aan u gesteld, wat ik hier nu zo ophaal is dat u eigenlijk aangeeft van kom alsjeblieft zo snel mogelijk daarna terug. Nou, daar wil ik graag aan tegemoetkomen. Dan besef ik mij ook, en ik zal nog heel veel gesprekken voeren, en ik wil heel graag een hele grote groep mensen betrekken. Maar dan besef ik wel dat ik daar maar een klein deel, lang niet alle pijn, maar wel een deel van de pijn weghaal bij de ondernemers die nu niet deelnemen aan de groep. Omdat we anders over 2 zomers zouden spreken en nu spreken we over 1 zomer. Daar zou ik invulling aan kunnen geven en dan zoek ik nog even. Ja, daar geeft het. Er werd heel veel gesproken over negatieve effecten. Dat is volgens mij wat we monitoren. Negatieve effecten, maar ik hoop ook positieve effecten. Tenminste, ik neem aan dat de raad, het grote meerderheid van de raad, heeft bedacht dat de zondagsopenstelling heel waardevol zou zijn. Dus ik hoop zowel positieve als negatieve effecten
boven tafel te krijgen en dat te betrekken in mijn definitieve voorstel over de winkeltijdenverordening. Er werd ook gezegd, ja, bij elk negatief effect kom ik terug. Ik kan mij de discussie herinneren van 2 weken geleden, dat werd gezegd, ja, als er nou een winkel omvalt, hè, die daarbij aangeeft, waarvan ik heb gegeven, op het moment dat dat signaal mij bereikt, kom ik gelijk bij u terug. Want het kan niet de bedoeling zijn dat een proefperiode dat effect zou kunnen hebben, want dan moeten we daar een maatregel over treffen. En dat is iets wat ik absoluut toezeg en nog steeds doe. Maar er wordt nu af en toe mij ook bepaalde woorden in de mond gelegd over elk negatief effect. Ik heb ook gezegd, financiële effecten zijn nogal moeilijk in beeld te brengen, omdat de bereidheid van open boekhouding, ben ik daarvan afhankelijk. Dus, maar op het moment dat mij het signaal bereikt van, ja, maar wacht eens even, nu gaat het echt helemaal mis met mijn zaak hier in een andere kern dan van deze twee, dan kom ik bij u terug. Overigens speelt dit, en je merkt nu al in deze fase, dat je zowel, het gaat ook over ondernemers die in de kernen zelf zitten, die mij nu al zeggen dat het niet open, wij gaan niet open, het heeft een effect, maar er gaat ook een heel aandeel wel open. Dus ik wil ook die, dat effect wil ik ook meenemen. Dus het, straks is niet het effect meten tussen enerzijds alleen Hardenberg en Dedemsvaart in de overige kernen, maar ook wat gebeurt er in zo'n stad als Hardenberg en of Dedemsvaart. En het tweede amendement. De heer Waldemond. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de portefeuillehouder stellen dat er goed gekeken wordt naar alle mogelijke effecten. Daar ben ik in principe blij om. Ik haak toch even aan op de vraagstelling zojuist door de heer Gelling van VVD. In welke mate negatieve effecten acceptabel zijn voor het college. Want het omvallen van winkels is in ieder geval niet acceptabel. Zoveel is mij duidelijk. En als dat aan de orde is, dan zou u in ieder geval stoppen met de proef. En mogelijk een andere inrichting daarvan kiezen. Tenminste, hè, als ik u goed heb begrepen. Dan is er natuurlijk nog steeds het punt van ja, mogelijk is het dus zo dat er financieel verlies wordt geleden door winkeliers in andere kernen. En ja, dan haak ik toch even aan op de vraagstelling van de heer Gelling van zojuist. Tot hoever willen we gaan als gemeente? En dus kunnen we een bedrag of een percentage hangen aan wat wij acceptabel vinden als negatief effect, financieel effect voor winkels die niet mee kunnen doen aan deze proef. Is er iets, Sap? Als u spreekt over een percentage, zou het een kader zijn waar ik die u zou moeten opleggen. Hè? Dat kader is er nu niet. Ik verwijs naar een toezegging die gedaan is, of die ik gedaan zou hebben, die ik nog nader heb geduid. Maar besef je wel, als je als raad probeert zo'n kader, dat dat nog wel een hele lastige is om vervolgens ook te monitoren. Omdat nou, ik wil u wel een suggestie doen, als ik mag, voorzitter. Sorry? Heer Rodemond. Ik heb nog wel een suggestie voor de portefeuillehouder in deze. U kunt natuurlijk ook stellen dat u gewoon geen enkel negatief effect accepteert voor winkels in de kernen anders dan Hardenberg en Dedemsvaart aangaande deze proef. En dat anders eventueel nog compenserende maatregelen genomen dienen te worden. Ja, maar voorzitter, ik wil even toch aangeven wat wij nu gaan doen de komende periode. Wij vragen nu een besluit om een bevoegdheid aan het college te geven om binnen de kaders die nu gesteld zijn door de raad, en ik heb al gezegd, maak die periode wat gecomprimeerder, maak hem wat korter en meet al die effecten, tel de plussen en de minnen op en kom met een definitief voorstel. Dat is precies wat de hele opzet is van de proef. Dus het is een beetje vreemd dat ik dan halverwege er één element uit zou moeten halen. Ik zeg, en nu gaan we daar aan. Nu ga ik de proef aanpassen. Nee, dan kom ik, die effecten neem ik mee. En dat leg ik juist bij u terug in de vorm van een voorstel hoe u op basis van, en aan de voorkant gesproken te hebben, van hé jongens, wat verwachten we van de proef? En aan het eind van de proef, is het geworden wat we dachten dat het was of niet? En waar ligt dat dan eventueel aan? En dat bewerk ik vervolgens in een voorstel richting uw raad. Dus ik zou wel graag tot een integraal voorstel richting de raad willen komen met een definitief voorstel. Dat is ook waar ik na de proef bij u terugkom. Behalve als we tussentijds echte ongelukken zeg maar even oplopen, dat het dreigt. We hebben het hier vorige keer over gehad, over de kleine supermarkt. Oh nee, over de supermarkt in de kleine kern. Er zitten ook soms wat kleinere supermarkten bij. Als dat wellicht, ik heb aangegeven, ik wil juist die partijen, in ieder geval dat de vertegenwoordigers van die partijen dicht bij me houden om ook tijdens die proefperiode aan tafel te zitten, zodat signalen ook heel snel over kunnen komen. En op het moment dat dreigt op basis van deze proef
dat er een supermarkt zegt van, en nu val ik om. En hij geeft ook, kan daarin aantonen de relatie met de proef die wij draaien. Dan zeg ik, dan kom ik bij u terug. Want het kan toch niet zo de bedoeling zijn dat we op basis van de proef die we draaien er een winkel omvallen. Maar voorzitter, mag ik daar toch dezelfde vraag over stellen? Want u hebt het over omvallen. Nou, hetzelfde vraag, hetzelfde antwoord, voorzitter. De heer Gelling, andere vraag? Dan ja, ik ben wat verbaasd over deze kunt houding. Ook, de houding die kunt lijkt, ook, weinig, de houding lijkt wat weinig coöperatief om in gesprek te gaan met de raad. U zegt dezelfde vraag, dan geeft u zelf de antwoord. Nee, ik bedoel, de heer Rode, he, dit woord is aan de heer Gelling. Nou, als het een grapje is, kun je het hebben over of hij leuk is of niet. Maar daar kunnen we nog eens verder over gaan. Voorzitter, u hebt het over omvallen. Dezelfde vraag dan. Moet iemand omvallen voor u om te constateren dat de proef niet goed is? En houdt u in uw achterhoofd dat er hele volkstammen demonstreren voor 2% salarisverhoging of niet? Hè? Daar wordt voor gestaakt, daar gaat het spoor voor plat. Wat vindt u acceptabel voor uw proef? Moet er iemand omvallen? Of is het omzetverlies van de winkeliers die hier gezamenlijk ingesproken hebben? Het is niet alleen deze, maar die sprak namelijk alle winkeliers. En vraag 2 is, er gaan geruchten dat wellicht een winkel gewoon open gaat. Gaat u dan werkelijk als wethouder van deze gemeente Hardenberg een procedure starten tegen een ondernemer die niet anders wil dan gelijk behandeld worden door u? Voorzitter, die laatste vraag mee te beginnen is exact dezelfde vraag die we ook in de oriënterende ronde. Ik ga niet over wat als situaties in, dus ik ga daar niet van uit. Dus dat is mijn antwoord daarop. En het eerste is exact dezelfde vraag die de heer Rodemond stelt. En heb ik mijn antwoord zojuist gegeven. Akkoord. Ik stel voor dat de heer Trietsap zijn beantwoording even afrondt. Of in ieder geval ingaat op het andere amendement ook nog wat er ligt. En dan komen we in de tweede termijn, volgende termijn van uw raad terecht. Het tweede amendement gaat een stap verder, zeg maar, dan het eerste amendement. Daarvan kan ik zeggen, ik heb in het begin aangegeven dat ik binnen de huidige kaders van het coalitieakkoord zou kunnen werken. Als ik binnen de geest van het akkoord zou mogen werken. Deze constateer ik, ga nog een stuk verder. Maar het lijkt mij typisch oordeel aan de raad om te kijken of dit is hoe u het wil invullen. Als de raad zegt, van dit is hoe u dit wil invullen, dan geef ik het u aan de raad. Ik heb aangegeven in de oriënterende ronde. Ik zou wat meer ruimte binnen de geest van de wet. Deze past niet de geest, maar die past echt de letter van de wet aan. Dat is een oordeel van de raad. Voorzitter, akkoord. Dat is eigenlijk. Ik heb verder geen vraag. Nee, er waren geen vragen verder ingediend. Dus dank voor het ingaan op de haalbaarheid wat betreft de zijde van het college van de amendementen zoals ze zijn ingediend. Ik kijk even in de richting van uw raad. Is er behoefte aan een schorsing? Of zegt u van we gaan. Direct door in de volgende termijn. Is er behoefte aan een volgende termijn? Of zouden we al tot stemming kunnen overgaan? We gaan door. Is er behoefte aan een tweede ronde vanuit de raad? Ik probeer even te inventariseren. Wie wil spreken in de tweede ronde? Niet het geval. Dan kunnen we overgaan tot stemming over de voorstellen. De zaak is in die zin ook helder en duidelijk. Voorzitter. Door u verwoord vanuit de fracties. Als wij overgaan tot stemming, wil ik graag hoofdelijke stemming aanvragen. Ja, en ik wil dat ook wel heel even beredeneren. Dat is goed. In 75% van de gemeentes in Nederland is de zondagopenstelling een feit. Daarmee lijkt een proef achterhaald en overbodig. Helemaal wanneer die proef niet goed gemeten kan worden en de kleine kernen worden buitengesloten. In de verkiezingsprogramma's van alle partijen, met uitzondering van de ChristenUnie, stond een ruimere toepassing van de zondagopenstelling dan nu voor ligt. Er zijn dus een aantal partijen afgehaakt. Daarom vragen wij om een hoofdelijke stemming. Akkoord, dan gaan we hoofdelijk stemmen. Ik vraag het nog wel even aan u. Vraagt u stemming over alleen hoofdelijke stemming over het voorstel of ook over de amendementen? Over alle drie. Want we gaan, ik zal even toelichten, we hebben 2 amendementen liggen. We gaan eerst stemmen over het meest verstrekkende amendement. Dus het amendement ingediend, amendement 2 door u onder andere, gesteunde oppositiepartijen. Dan stemmen over amendement nummer 1, ingediend door de coalitiepartijen. En dan het voorstel. Wij willen alleen over ons eigen amendement een hoofdelijke stemming aanvragen. Akkoord. Nee, dat is helder, dat is duidelijk. Dat betekent dat we daarmee gaan beginnen. Amendement nummer 2 is dat. Het amendement ingediend door de VVD, D66, 50+, GroenLinks. Daar gaan we allereerst over stemmen. Dat wordt een hoofdelijke stemming. En dat betekent dat we de griffier uit de doos een nummertje trekt. Ja, dat doet de griffier.
Ja, ja, en ik lees het voor. Volgens mij is dat een goede verdeling van de volgorde. Het nummer is 25. En bij nummer 25 hoort mevrouw Rusken. En u mag als eerste zometeen uw stem uitbrengen. En dan kunt u zich aangeven, ik ben voor aanneming van het amendement of tegen aanneming van het amendement. Voor alle duidelijkheid. En het gaat dus nogmaals over amendement nummer 2. De zondagsopenstelling, dat die ook niet alleen moet gelden voor de kernen Dedes Vater Hardenberg, maar ook voor alle andere kernen. En mijn vraag aan u is, bent u voor of bent u tegen? Ik ben tegen het amendement 2. Dan gaan we door met de heer Schuurman. Voor of tegen? Voor. De heer Stelpstra. Tegen. Mevrouw Van der Veen. Tegen. Mevrouw Verschuur. Voor. Mevrouw Vetker. Tegen. De heer Van der Wel. Tegen. De heer Biet. Tegen. De heer Bak. Voor. De heer Bakhuis. Tegen. De heer Bakker. Tegen. De heer Van den Berg. Tegen. De heer Boshoven. Voor. De heer Brink. Tegen. De heer Gelling. Voor. De heer Van der Grampel. Tegen. Mevrouw Hof. Tegen. Mevrouw Joldersma. De heer Jonkhans. Tegen. Mevrouw Kelder. Tegen. De heer Kloekhorst. Mevrouw Kloekhorst. Mevrouw Klok. Voor. De heer Kuipers. Tegen. Mevrouw Meijerink. Voor. Mevrouw Mensink. Tegen. De heer Nijhoff. Tegen. De heer Odink. Tegen. De heer Pieper. De heer Rodemond. Voor. De heer Roelofs. Daarmee heeft iedereen hier aanwezig in de raad zijn stem uitgebracht. En dat betekent 23 stemmen tegen en 8 stemmen voor. En daarmee is het amendement nummer 2 verworpen. Dat brengt ons bij amendement nummer 1. Waarvoor geen hoofdelijke stemming is aangevraagd. Dus dat amendement breng ik nu in stemming. Het amendement ingediend door de fracties van de ChristenUnie, het CDA op koers.nu en de Partij van de Arbeid. Waarbij de zondagsopenstelling gelijktijdig onder andere mag worden gedaan voor wat betreft de kernen Dedemsvaart en Hardenberg. En het dictum ga ik niet opnieuw in de raad ook voorlezen. Ik breng het voorstel in stemming. Ik ga ervan uit dat de fracties van ChristenUnie, CDA op koers.nu, Partij van de Arbeid voor aanneming van dit amendement zijn. Ik vraag aan de andere fracties voor of tegen. GroenLinks. Voor. De fractie van de VVD. Tegen. De fractie van D66. Tegen. En de fractie van... Nee, daarmee hebben we alle 50 plus. Ja, ik zit er even tegen. Tegen. 50 plus ook tegen. Daarmee is dit voorstel aangenomen met de meerderheid van stemmen in deze raad. En dan is het amendement nummer 1 aangenomen. Komen wij bij het voorstel zelf. De tijdelijke wijziging van de verordening zelf. Maak even een rondje. Kunt u instemmen met aanneming van dit voorstel? ChristenUnie. Voor. CDA-fractie. Voor. De fractie van GroenLinks. Tegen. Fractie van de VVD. Tegen. D66. Tegen. Op koers.nu. Voor. Partij van de Arbeid. Voor. En tenslotte de 50-plus fractie. Tegen. Daarmee is ook dit voorstel met een meerderheid van stemmen in deze raad aangenomen. Dank voor uw besluitvorming in deze en de discussie daaromtrent. Brengt ons bij agendapunt 7. Verplaatsing van de kanovereniging Hardenberg-Vechtdal. Zoals besproken aan de orde geweest in de oriënterende ronde vanavond,
Ik inventariseer even wie wenst te spreken over dit voorstel. ChristenUnie, VVD, D66, Opkoers.nu, Partij van de Arbeid en 50+. Begin ik bij de fractie. Voorzitter, ik zou graag. Ja, GroenLinks. Begin ik bij de fractie van D66. Voorzitter, wat een eer dat ik mag beginnen. Aangaande het verhaal om een kanovereniging te verhuizen naar de voorgestelde locatie, kan ik kort zijn. Op zich ben ik tevreden met de beantwoording van de wethouder, omdat hij in ieder geval mij het gevoel heeft gegeven dat er geen grote nadelige gevolgen zijn voor de natuur en wel een positief effect is voor de binnenstad van de stad Hardenberg en daarmee mogelijk ook positieve effecten voor de gehele gemeente. Wil ik daar wel bij vragen aan het college of er ook een terugkoppeling van die effecten gegeven kan worden na een bepaalde periode. Dat kan wat mij betreft na een jaar of iets dergelijks zijn, zodat we ook het gevoel en alle veronderstellingen ook daadwerkelijk wat cijfers hebben kunnen geven. Dan wil ik het daarbij laten. Akkoord, dank u wel. De fractie van de Partij van de Arbeid. Meneer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Verplaatsing van de kanovereniging. De verplaatsing van de kanovereniging is een cadeautje van de vorige wethouder. De ontwikkeling van de zwembadlocatie was reeds lang bekend. En ook het langdurige pachtcontract met de kanovereniging was niet onbekend bij het college. Bij het vorige college, moet ik zeggen. Nu moet opeens met stoom en kokend water een oplossing worden gezocht voor de kanovereniging. Om de inwoners te willen te zijn die als collectief opdrachtgever nieuwbouw ter plaatse van de huidige locatie van de kanovereniging willen realiseren. Regeren is vooruitzien en achteraf heb je makkelijk praten, maar hier zijn in het verleden onhandige beslissingen genomen, zoals de langdurige pachtconstructie. Er zit nu een nieuwe wethouder en ik moet eerlijk zeggen, hij heeft dit rafelige dossier opgepakt en in korte tijd structuur aangebracht. Lof daarvoor. Hoewel wij het jammer vinden dat er geen gedegen ecologisch onderzoek ten grondslag ligt, ik ben daar in de oriënterende ronde ook op ingegaan, terwijl het er wel is, zoals hij zei. Voor de locatie aan de Molengoot ter plaatse van de brandweer vinden we wel dat dit zou moeten. Dus dat er wel een goed onderzoek zou moeten komen. We denken hierbij aan vogels zoals bijvoorbeeld de patrijs, maar ook aan amfibieën zoals salamanders die mogelijk in de poel zitten. Die nu grof verbouwd wordt tot oefenplas. We gaan er daarbij vanuit dat in het kader van de vergunningverlening wel een gedegen onderzoek naar wordt gedaan. En ik hoop daar een toezegging van te krijgen van de wethouder. Daarnaast roepen wij het college en de kanovereniging op om de nieuwe locatie zo duurzaam mogelijk in te richten met zo weinig mogelijk negatieve effecten voor de natuurlijke omgeving die daar ontstaan is. En hiermee in overleg te treden met lokale natuur- en milieuverenigingen in het participatietraject. Bovendien daarbij een gebouw op te richten die recht doet aan een duurzame en ook aan circulaire doelstellingen. Dus zoveel mogelijk materialen gebruiken uit de omgeving. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. De fractie van 50+. Mevrouw Verschuur. Dank u wel, voorzitter. Op 22 mei 2018 is het raadsvoorstel over het beschikbaar stellen van krediet een bedrag van €577.000 voor de verplaatsing van de kanovereniging Hardenberg aan de orde gekomen. Deze kredieten hebben betrekking op het nieuw te bouwen clubgebouw, de kleedruimte en de oefenvijver. 50+ vindt een leven lang bewegen belangrijk, maar we zijn ook van mening dat sportverenigingen een onderdeel van de Hardenbergse gemeenschap zijn en moeten blijven. Op 22 mei heb ik ook aangegeven dat de genomen stappen in samenwerking en in overleg zijn gegaan met de kanovereniging. Dit kunnen wij alleen maar toejuichen, want we doen het niet alleen voor de inwoners, maar tezamen met de inwoners. Hierdoor is een stevig fundament gezet voor een goede samenwerking en het om de te verplaatsen van de kanovereniging tot een succes te laten verlopen. Toch heb ik een kritische noot.
Een kritische nood, niet alleen vanuit onze partij 50PLUS, maar ook vanuit de inwoners van gemeente Hardenberg. Dat brengt mij op de volgende vraag die ik aan het college wil stellen. Is tijdens het proces wel de juiste volgorde gehanteerd? Ik zal toelichten wat ik hiermee bedoel. Had het vorige college de raad niet eerder moeten informeren voordat er een koopovereenkomst werd aangegaan met DLH uit Zwolle wat betreft de verkoop van locatie kanovereniging vorig jaar in mei 2017? Had de raad dan niet eerder geïnformeerd moeten worden over de plannen om de kanovereniging te verplaatsen naar een andere bestemming in Hardenberg? Tijdens de oriënterende ronde van vanavond werden wij geïnformeerd over de eventuele aankomende aanlegplaatsen in Hardenberg. Het is goed om te zien dat wij hier als raad het begin van dit proces in worden meegenomen. Zo krijgen wij bijvoorbeeld de mogelijkheid om in gesprek te gaan met onze achterban. Naar mijn mening had dit ook bij het eerder genomen raadsbesluit moeten gebeuren. De raad had vanaf het begin, vanaf het proces in mei 2017, meegenomen moeten worden. Want dan was naar mijn inziens veel ruis voorkomen en was er waarschijnlijk geen amendement ingediend. Het gevoel wat nu zodanig heerst, was dat alles al in beton is gegoten. Als 50PLUS staan wij in het midden van de samenleving, dus ook bij de groep belanghebbenden. CPO, ofwel een groep initiatiefnemers. De kanovereniging en de natuurvogelliefhebbers. Belanghebbenden waar wij als partij de belangen van willen behartigen, voor zover dat dit mogelijk is. Welke keuze moeten wij maken? Want linksom, rechtsom zal een groep teleurgesteld worden. De initiatiefnemer, ofwel CPO, hebben al een conceptkoopovereenkomst in het bezit. In een van de documenten wordt aangegeven dat voor de patrijs aan de vecht een plek is verworven. In goede vertrouwen nemen wij dit argument aan en hopen dat er meerdere plekken zullen volgen en dat het vertrouwen hierin niet geschaad wordt. Dank voor uw bijdrage. Fractie van GroenLinks, de heer Boshoven. Ja, voorzitter, dank u wel. De kanovereniging ook al iets wat al enige tijd speelt. Het bestemmingsplan staat ontwikkeling in het vechtpark niet in de weg. Al lijkt het dat de vogels zich hier niet veel van aan hebben getrokken en er toch zijn gaan wonen. Onze fractie in de Provinciale Staten heeft hier in april ook al vragen over gesteld. Voornamelijk over de gevolgen van de patrijs. Hier kwamen een aantal zaken in naar voren. Zo moet er rekening worden gehouden met het broed- en leefgebied. In het voorstel wordt hier kort op ingegaan. GroenLinks wilde wel graag op wijzen dat het gaat om een gebied dat ecologisch toch van groot belang is geworden. Hierom zal er ook goed moeten worden toegezien op de nog af te spreken gedragsregels, dat die ook nageleefd worden. Hierbij hebben wij wel vertrouwen in de kanovereniging, maar ook die heeft immers baat bij een mooie, groene en schone omgeving om een sport te beoefenen. Omdat wij ook niet belemmerend willen optreden over het CPO-project, moet de kanovereniging een nieuwe locatie krijgen. Sport is immers ook ontzettend belangrijk voor onze gemeente. Hoewel dit niet ideaal is, is dit wel de best mogelijke locatie. Dank aan de wethouder voor de uitvoering van het amendement waarin dit duidelijk naar voren komt. Dat het ecologische rapport niet tot ons is gekomen, vind ik jammer, maar de conclusies die op basis van het rapport in het stuk staan, daar vertrouwen wij op. En daarom denken wij dat dit een goede optie is. Akkoord, dank u wel. De fractie van Op Koers, nu. De heer Kloekhorst, aan u het woord. Ja, dank u wel, voorzitter. De verplaatsing van de kanovereniging heeft veel voeten in aarde gehad. We kunnen nog lang doorgaan over de historie van dit dossier, maar daar is niemand mee geholpen. Wat bij ons ook meespeelt, is het feit dat we een bepaalde verplichting hebben tegenover de vereniging. Zij hadden een daaldersplekje in het centrum, maar moeten wijken voor het algemeen belang. En dan is het ons inziens niet anders dan recht dat zij voldoende gecompenseerd worden. Ze hoeven niet financieel de boot in te gaan, wat ons betreft. Akkoord. Wat betreft het locatieonderzoek naar nieuwe legplaatsen voor de pleziervaart,
Gevoelsmatig gaat onze voorkeur uit naar het bestaande haven. Maar we wachten nadere voorstellen af. Wel met enig ongeduld. Want hoe lang praten we al niet over meer bootjes op de Vecht? De bevaarbaarheid van de Vecht biedt nieuwe kansen. Maar we zijn wel een beetje bang dat we de boot missen. Omdat het te laat zijn. Kunt u die angst wegnemen? Dank u. Dank voor uw bijdrage van de zijde van Koers.nu, de fractie van de VVD. Voorzitter, de VVD-tekst al terug, heeft niks meer toe te voegen aan alle vorige sprekers. Ja. Akkoord. ChristenUnie. Dank u, voorzitter. We schrijven 17 juli 2018. En in deze raadsvergadering gaan wij een besluit nemen over het raadsvoorstel om te komen tot verhuizing van de kanonvereniging naar de Molengoot, ten einde een CPO-initiatief mogelijk te maken. Hoe klonk dit anders na het indienen van het amendement en verwoord als conclusie van de voorzitter van de raad, 22 mei jongsleden, die toch stellig van mening was dat het CPO-initiatief tot oktober 2018 vertraagd zou worden. Ondanks de duidelijkheid van het amendement dat er ruim gelegenheid was om uiterlijk voor oktober aanvullend onderzoek uit te voeren, zat de raadsvoorzitter ernaast. Het is nog geen oktober. Sterker nog, de vakanties moeten nog beginnen. En we kunnen al vaststellen dat het college en met name de portefeuillehouder het gelukt is om ruim voor oktober, nu, op deze dag, de raad met een gewijzigd voorstel voor wat betreft de verhuizing van de kanonvereniging en met de uitkomsten van de aanvullend onderzoek te informeren. Hiervoor willen wij de wethouder dan ook hartelijk danken. Daadkracht is hier getoond. Het aanvullend onderzoek geeft wat de fractie van de ChristenUnie betreft een duidelijk beeld van de huidige situatie en in het raadsvoorstel en tussen de regels door een nog duidelijker beeld van de noodzaak om een groep enthousiaste mensen te faciliteren die zich hebben verenigd in een CPO-overleg om de bouw van een appartement op de huidige locatie van de kanonvereniging mogelijk te maken. Maar wat ons betreft heeft het indienen van het amendement ook geleid tot aanvullende gesprekken met de watersportvereniging Hardenberg en hebben dit geleid tot een hogere prioriteit en meer inzicht binnen het college van de doelstellingen van deze vereniging. Toekomstige voorstellen voor wat betreft het aanleggen van een haventje met voorzieningen zien wij dan ook graag tegemoet. Voorzitter, we hebben kennis genomen van de informatiebijeenkomst die de wethouder rondom de uitvoering van het raadsbreed ondersteunende amendement heeft gehouden. De zojuist gehouden oriënterende ronde voegde wat de ChristenUnie-fractie betreft niets toe. Kijkend naar de bestemming van de Molengoot en naar de uitkomsten van de diverse onderzoeken en opties, zoals deze zijn te lezen in de bijlagen bij het raadsvoorstel, staat niets meer in de weg om hierover een besluit te nemen. Qua bestemmingsplan voldoet het. Echter, mocht u ons de vraag stellen of wij de voorliggende uitkomsten in het raadsvoorstel het meest ideale vinden, dan is het antwoord hierop een volmondig nee. Voorzitter, binnen de fractie hebben wij alles overwegende een keus gemaakt en zijn we van mening dat onder de omstandigheden dit ook de beste keuze is. Voorzitter, in zijn algemeenheid, de fracties hebben bij wet de mogelijkheid om te amenderen. Dat hebben wij 22 mei gedaan. Niet uit macht, mocht dat soort absurde ideeën nog leven. Wij zien onszelf als een verbindende partij binnen een mooie coalitie. Maar we hebben wel geamendeerd om de macht der gewoonte te doorbreken. Om te voorkomen dat sluipenderwijs het eventueel uit gewoonte maar vanzelf gaat. Wij zijn de wethouder nogmaals dankbaar voor het aanvullende onderzoek en de voorliggende raadsvoorstel. Wij zullen met het raadsvoorstel instemmen, omdat naar ons idee dit het meest haalbaar is en daarbij recht doet aan de belangen van de diverse betrokken partijen. Daarbij wensen wij alle betrokkenen succes toe met de verdere uitvoering van hun plannen. Dank voor de bijdrage van de zijde van de ChristenUnie. Ik kijk even naar de CDA had behoefte nog om te reageren. Nee, hè? Nee, precies, dan had ik dat goed genoteerd. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn. Er zijn nog een paar vragen, onder andere van 50PLUS. Kijk even naar de wethouder, de heer Breukelman. Nog een dag in staat om daar een antwoord op te formuleren. Goed is aan u. Dank u wel, voorzitter. Voordat ik op die vragen inga, eerst ook dank voor de
steun die toch breed in uw raad is uitgedragen. En die dankzeggingen die ook vanuit de verschillende raden zijn gekomen, zou ik ook vooral door willen geven aan de ondersteuning die, laat ik zeggen, buiten de kantooruren, de vele avonduren toch beschikbaar waren om verschillende gesprekken te voeren. Ten einde de ambitie om voor de zomer bij u terug te komen, die ook gestand te doen. Dus die zou ik graag willen doorgeleiden. Dan even een aantal vragen die nog naar voren zijn gekomen. 50PLUS. U noemde een opsomming, hè, waar het krediet uit bestond. U vergat daar volgens mij nog bij de voorziening van de waterbaan. Niet onbelangrijk. Als het gaat over natuur, hè, de conclusie van het onderzoek, die staat wel in het raadsvoorstel. De laatste pagina staat dat de wet natuurbescherming de verplaatsing niet in de weg staat. En wij zullen ook aan de gedane voorstellen rondom maatregelen en gedragsregels, daar zullen we ons aan houden. Ik ben het met u eens dat, dat de rapport ook naar de raad moet komen. Hij staat al wel als bijlage in het raadsvoorstel. Hè. U ziet daar op het einde de bijlage en dus het laatste bullet is de quickscan. Die heet dan toevallig de quickscan, dat onderzoek. Maar ik zal ervoor zorgen dat die deze week nog naar u komt voor ook wat meer achtergrondinformatie. 50PLUS stond daarna nog even stil bij hoe is nog het proces gegaan. Daar heb ik ook op 3 juli bij stilgestaan. Daarvan zou ik willen zeggen, het is gegaan zoals het gegaan is. Ik heb er de vorige keer iets over gezegd. En herhaling van die woorden, voorzitter, dat leidt volgens mij tot devaluatie van datgene wat toen gezegd is. Dus daar zou ik dat eigenlijk bij willen laten. U tipte nog even aan het koopcontract. Het is als wij met partijen in onderhandeling zijn over een aantal zaken, dan wil het wel eens gebeuren dat er een voorlopig koopcontract op tafel komt. Maar die is altijd behoudens besluitgeving door zowel college als uiteindelijk ook altijd uw raad. En dan wordt de partijen ook altijd actief van op de hoogte gebracht. Volgens mij heb ik daarmee voldaan aan de vragen in de eerste termijn. Ik kijk nog even naar de heer Kloekos. Die stelt nog een vraag voor mij over de aanleg van het haventje. Er werd ook door een aantal anderen aangerefereerd. U heeft bij de stukken ook het verkennend locatieonderzoek kunnen zien. Ik zat zelf wat te twijfelen van, moet dit nu bij de stukken of niet? Want het is nog niet helemaal definitief. We willen nog wat verder op ingaan. Er zijn nog een aantal zaken in die wil ik nog verder uitdiepen. Maar ik heb ook gedacht om niet in dezelfde padstelling te geraken. Zoals het in het verleden dan misschien gebeurd is. Om in ieder geval op voorhand daarin mee te nemen. Dus ik zou wel daarbij willen zeggen, zie het als een soort van het document waaraan gewerkt wordt. En er ook een aantal zaken in staan die we nog verder onder de loep willen nemen. En daar komen we dus absoluut bij u voor terug, voorzitter. Ook binnen een jaar. Er werd nog door enkele aangerefereerd. Ja. Dus in die participatie komen betrokken partijen. Maar ik wil ook heel nadrukkelijk de raad betrekken bij datgene wat wij willen gaan ontwikkelen. Akkoord. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ik heb zelf in mijn inbreng, zei het heel kort, toch een vraag gesteld of het mogelijk is om de effecten die we verwachten in dit voorstel, dat we die ook wat gestalte kunnen geven naderhand. En dan hoeft het niet ieder effect te zijn, hoor. Niet ieder levend of dood vogeltje hoef ik hier te horen. Maar als er significante wijzigingen zullen zijn, positief of negatief, hoor ik die graag. Oké, ik was in de veronderstelling dat u met die effecten doelde op de aanlegplaatsen van de boten en het centrumontwikkeling daarin. Maar dat doelt u niet op. U doelt dus op effecten van ecologie. Voorzitter, ik heb op beide gedoeld, zowel ecologische effecten als dus de effecten op de binnenstad. Ja. Ik heb toch sterk het gevoel, voorzitter, dat ik met deze beantwoording nu 2 dingen moet rapporteren. En als ik het niet genoemd had, misschien 1. Maar goed, daar kom ik dan wel bij u op terug. Akkoord? Akkoord. 2 voor de prijs van 1, zullen we maar zeggen. Voorzitter. De heer Jonkhans. Ja, ik had niet echt expliciet een vraag gesteld, maar nee, wel. Dat klopt. Het zat er wel een beetje ingebakken. Want ik heb gesteld dat we ervan uitgaan dat er in het kader van de vergunningverlening wel een gedegen onderzoek wordt gedaan. Kan de wethouder dat nog bevestigen? Voorzitter, in mijn beeld is er een gedegen onderzoek gedaan. Dat onderzoek had ook bij de stukken gemoeten. Dat was wel zo juist geweest. Daar heeft u ook in de ronde van zojuist heel nadrukkelijk aangestipt. Ik heb geconstateerd dat wij vorige week dat rapport hebben ontvangen. Ik had hem willen toevoegen aan de stukken. Maar ergens tussen mijn afdeling en uw griffie
is dat stuk blijven hangen. Dat had niet gemoeten. Ik zal ervoor zorgen dat dat stuk deze week nog bij u komt. De conclusie daarvan staat in het raadsvoorstel. Maar u heeft ook recht op zeg maar, de achterliggende informatie op het rapport zelf. Ik zal ervoor zorgen dat het deze week nog weer bij u komt. Dat is een toezegging. Ja, dat is een toezegging, maar die had ik al wel vernomen. Nee, maar het ging erom, ik heb in de oriënterende ronde ook wel uitgelaten, dat er twijfels zijn aan de kwaliteit van het onderzoek. En de vraag was dus of er in het kader van een vergunningverlening, of daar nog een nader onderzoek naar de ecologische omstandigheden wordt gedaan. Het onderzoek wat we gedaan hebben, dat is het onderzoek wat we zeg maar, gedaan hebben richting de vergunningverlening. We hebben een onafhankelijk bureau voor gevraagd om eens even met een frisse blik te kijken van nou ja, nu we aan de vooravond staan om daar ook daadwerkelijk een ontwikkeling door te maken, kijk eens even met een objectieve blik naar het ecologievraagstuk. Nou, dat rapport krijgt u van mij. Akkoord. Daarmee zijn de vragen beantwoord en vraag ik u, is er nog behoefte aan een tweede termijn of mag ik het voorstel in stemming brengen? Ik mag het voorstel in stemming brengen, is er behoefte aan een stemverklaring? Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met het voorstel rondom de verplaatsing kanovereniging Hardenberg-Vechtdal? Akkoord, akkoord. Alle raadsleden hier aanwezig stemmen in met het voorstel zoals het voor ligt. Dank daarvoor. Brengt ons bij de hamerstukken van vanavond. Te beginnen bij agendapunt 8. Het akkoord over de ontvlechting bestuursdiensten Ommen-Hardenberg. Is er behoefte aan een stemverklaring? ChristenUnie, CDA, GroenLinks, VVD, Opkoers.nu, Partij van de Arbeid en 50+. Ik ga maar even rechtsom. Heer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een grote stap die we nu gaan nemen naar een zelfstandige gemeente weer. Wij willen u en het college daar heel veel succes mee wensen. Enige pijn zit nog rondom het bedrag, maar goed, soms moet je wat betalen om... Maar we zijn ook blij dat we toch nog een samenwerking kunnen voortzetten. Dus wat ons betreft kunnen we instemmen met het voorstel. Akkoord, dank u wel. De heer Brink. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft kennis genomen van het voorstel dat we 2 weken geleden oriënterend hebben besproken in deze gemeenteraad. Ondanks de risico's en de uitreedsom waar het CDA toch wel moeite mee heeft, stemmen wij in met het voorstel. Omdat het CDA het belangrijk vindt dat we snel werken aan nieuw perspectief. Waarbij er zekerheid komt voor het personeel en de dienstverlening naar onze inwoners gewaarborgd blijft. En we zijn benieuwd naar de uitwerkingen van het liquidatieplan en de effecten in de begroting. En wensen u en alle betrokkenen heel veel succes met het verdere proces. Dank u wel. Akkoord, dank u wel. Heer Boshoven. Heer voorzitter, dank u wel. En ook dank aan het college voor de gang van zaken rondom dit dossier. We zijn blij dat we dit nu voor ons hebben en dat we ermee kunnen instemmen. GroenLinks wil er even op wijzen dat er veel zorgvuldigheid geboden is, ook naar personeel. Een deel van personeel heeft nu bijvoorbeeld een kortlopend contract nog. Die hadden binnen de huidige samenwerking uitzicht op een vast contract. En we gaan ervan uit dat er zorgvuldig ook met deze mensen om wordt gegaan. En we wensen het college veel succes en met het oprichten van een nieuwe organisatie. Dank, de heer Gilling. Voorzitter, de VVD en de huidige bezetting is altijd wat kritisch geweest ter zake de BOH en daarmee dus blij met de ontwikkelingen die voorliggen. Ter zake het plan zijn wij voorlopig wat voorzichtig verheugd. Er moet nog veel gebeuren, veel zaken uit te werken en daarbij wensen we u in ieder geval buitengewoon veel succes en heel veel wijsheid en sterkte. Dank u. Dank. Op koers ben u, mevrouw Kel. Dank u wel, voorzitter. Als fractie van Op koers ben u zijn we op hoofdlijnen akkoord met het ontvlechtingsakkoord. We zijn uiteraard benieuwd hoe de verdere uitwerking eruit zal gaan zien en gaan daarbij van uit dat zorgvuldigheid wordt betracht. We wensen het college daarbij veel wijsheid en succes. Dank de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Jongmans. De fractie van de Partij van de Arbeid heeft veel waardering voor het resultaat van deze eerste stap. Maar de proof of the pudding zit wel in het ontvlechtingsplan. Want dan zal pas echt duidelijk zijn wat het financieel voor ons gaat betekenen. We hebben er al een voorschot van gehad. Dat moeten we even slikken. Maar dan zal het pas echt blijken. Ja. Akkoord. Tot slot, fractie van 50+, de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter.
Er is al zoveel gezegd. Ik wil alleen het college bij deze heel veel succes wensen met de afwikkeling van dit geheel. Waarvoor? Dank in de richting ook van het college. U kunt instemmen met het voorstel zoals het voor ligt. Constateer ik. Daarmee hebben we een besluit genomen over het akkoord ontvlechting bestuursdienst Omme-Hardenberg. Agenda punt 9. Een beslissing op bezwaar met betrekking tot afwijzing, verzoek, wijziging, bestemmingsplan in zaken verplaatsing van de Aldi in Dedemsvaart. Is er behoefte aan stemverklaring? Dat is niet het geval. Kunt u instemmen met het voorstel zoals het voor ligt? Akkoord. Aanwezige fracties, raadsleden? Nee. Heer Roddemans. Ik stem tegen het voorstel. Akkoord. U stemt tegen. Andere fracties stemmen voor. Het voorstel is de heer Schuurman. Wij stemmen tegen het voorstel. Akkoord. Dan hebben we twee fracties. D66 en 50PLUS zijn tegen het voorstel. De andere fracties zijn voor. En daarmee is het voorstel aangenomen. Waarvan akte. Dan de zendtijdtoewijzing lokale media-instelling, agenda punt 11. Stemverklaring, in ieder geval, u stemt in. Ik ga het snel alweer constateren. Ja. Dank voor de signalen. Het vaststellen van het bestemmingsplan, daar gaan we eerst naartoe. De facettenherziening, parkeren Hardenberg en de parkeernormennota Hardenberg. Stemverklaring, in ieder geval, u stemt in met dit voorstel. Akkoord. Dan komen we nu wel bij de lokale media-instelling zendtijdtoewijzing. Agenda punt 11. Geen stemverklaring. Akkoord. Daarmee is het voorstel aangenomen. Agenda punt 12. De verordening op de rechtspositieregeling wethouders, raads- en commissieleden 2018. Geen stemverklaring behoefte. Wel instemmen met het akkoord. Aldus besloten. Agenda punt 13. Tot slot de statutenwijziging. En herbenoeming ledenraad van toezicht Stichting Onderwijs Stichting Arcade. U kunt instemmen met het voorstel zoals is gedaan vanuit het college. Akkoord. Akkoord. En daarmee komen we bij agenda punt 14. Rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Niet het geval. Dat brengt ons dan bij het laatste agenda punt van vanavond om 11 minuten over 9. De sluiting van deze vergadering. Ik sluit de vergadering onder dankzegging, maar ik wil u ook een heel fijn zomerreces toewensen met elkaar. En wij zien elkaar volgens mij weer in deze raad begin september. Maar vooral nu een hele fijne zomervakantie gewenst. Ga u goed tot in september. De vergadering is gesloten.